Het thema vakantiepark in Dilze-Stockum krijgt groen licht. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft na jarenlang getouwtrek zijn handtekening gezet onder het project. Nu het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd, kan er gestart worden met de bouw van een groot hotel en zo'n 600 luxe bungalows. In Houthalen-Helchteren zijn 9 cleantech-ambassadeurs voorgesteld. Zij kregen een speciale opleiding van de VZW Cleantech om mensen kennis te laten maken met de nieuwste technologieën. De cleantech-ambassadeurs moeten met hun bewustmakingsproject ermee voor zorgen dat Limburg tegen 2020 klimaatneutraal is. En we blijven bij het milieu, want het provinciebestuur start de energiecampagne Warm Limburg. Die loopt 3 jaar en moet de Limburgers overtuigen om te kiezen voor energiezuinige verwarming. 35% van de Limburgse verwarmingsketels is ouder dan 15 jaar en slechts 27% van de gezinnen beschikt over een energiezuinige condensatieketel. Het fruitbedrijf Fruitsnacks in Weijer bij Nieuwerkerken heeft de Oscar voor het meest innoverend bedrijf in de fruitsector gewonnen. Dat is een nationale prijs die 2 jaarlijks uitgereikt wordt in de land- en tuinbouw. Fruitsnacks, dat een 20-tal mensen te werk stelt, legt zich niet alleen toe op fruittelen. Zo maakt het bedrijf al sinds 2006 fruitmanden voor bedrijven. En met deze nieuwe machine kan het logo's en boodschappen op fruit drukken. En we besluiten met mooie beelden uit Parijs. Wie deze dagen over de Champs-Élysées wandelt, is het er zich ongetwijfeld niet van bewust. Maar de sfeerverlichting voor kerstmis op een van de beroemdste lanen ter wereld is van puur Limburgse makelij. De verlichting is gefabriceerd door het bedrijf Hazevoets in Herk de Stad, werd verzinkt door verzinkerij Lensen in Genk en gecoat door Galvacoat in Overpelt. Dit was Limburg at Work. Volgende week hebben we een reportage over social media in het bedrijfsleven. Wilt u voortaan onze uitzending ook ontvangen in uw mailbox? Surf dan naar de TVL-website.